En de start is gevallen. De paarden zijn onderweg. We beginnen met de galoppaarden voor Tornado de Trio. De overige deelnemers die beginnen voortvarend. En de leiding wordt genomen aan de binnenzijde door Dennis Minema en Avenue Transair. Op de tweede plaats hebben we dan aan de buitenzijde Sierra Angel. En daarachter volgt Bea Kivitsov. Achter Bea Kivitsov volgt dan op een lengte John Westenbrink. En hij rijdt paard nummer 5 Unexpected Well. Achter deze paarden is dan de binnenzijde Kim Os met verderweg dan Nalani LB. Achter Nalani LB hebben we dan op de volgende plek paard nummer 7, Talismano Plaisie. Daarachter volgt dan het nummer 9 van Jonker van Ettik en door de galoppade op achterstand Tornado de Trio. Was een mooie start, want we hebben de twee vakken onderling goed van elkaar weten te scheiden. En daar hebben de deelnemers vooraan profijt van. Het is aan de kop van het veld Avenue Transair. Avenue Transair, die heeft een anderhalf, twee lengte voor. Op de tweede plaats volgt dan nog altijd die Sierra Angel. Die heeft post kunnen vatten aan de reling. Daarachter is er dan Bea Kivitsov. En op de vierde plaats daarachter het nummer 5 van een Unexpected Well. Dat is de volgorde. Achter Unexpected Well volgt dan Nalani LB. En achter Nalani LB is het op een anderhalve lengte zo te zien het nummer 6 van Kemos. En achter Kemos komt aan de buitenzijde Jonker van Ettik naar voren. Talismano Plaisie en Tornado de Trio. Paarden komen langs de rechter, twee volledige rondes te gaan en het veld staat onder aanvoering van Avenue Transair. Tweede plaats daarachter de 4 en dat is dan Sierra Angel. Achter Sierra Angel volgt Bea Kivitsov. Achter Bea Kivitsov is het dan aan de binnenzijde nog altijd die Unexpected Well. Daar komt aan de buitenkant nu de aanval van een opkomende Jonker van Ettik. En achter Jonker van Ettik Nalani LB. Naar tweede spoor gaat Kemos, daarachter Talismano Plaisie. En achter Talismano Plaisie probeert aan te sluiten Tornado de Trio. Het veld schuift wat in elkaar en we hebben inmiddels de situatie dat Jonker van Ettik aardig in de buurt is gekomen van zijn stalgenoot. En die komt daar aan de buitenzijde tot schuin naast Avenue Transair. Avenue Transair, Jonker van Ettik, binnenzijde erachter Sierra Angel. Daarachter is het dan nog altijd die Bea Kivitsov die een koers op maat krijgt van Kees Kamminga. En achter deze Bea Kivitsov Unexpected Well. Dan Kemos, Nalani LB en daarachter dan nog Talismano Plaisie en Tornado de Trio. Paarden gaan langs de rechter met straks nog een ronde te gaan. En het is nog altijd gemakkelijk aan de leiding, die nummer 1. En dat is Avenue Transair. Avenue Transair, tweede plaats aan de buitenzijde Jonker van Ettik. Aan de binnenzijde Sierra Angel. Daarachter Bea Kivitsov. Bea Kivitsov die op zich in staat moet worden geacht om een mooi stukje speed te laten zien straks. Daarachter Unexpected Well met verderweg dan Kemos. En aan de buitenzijde Talismano Plaisie. En daarachter laat Tornado de Trio 1 paard achter zich. En dat is Nalani LB. Deelnemers gaan af op de laatste bocht. En daar komt dan dat stukje speed van Bea Kivitsov. En die komt dan naast paard nummer 1 Avenue Transair. Jonker van Ettik kan het even niet bolwerken. Maar het is hem vergeven na die lange afwezigheid. We komen in de laatste rechte lijn. En het is nog altijd Avenue Transair. Kan die dan de eer voor de stal redden? Bea Kivitsov aan de buitenkant probeert het hard. Zo komen we in de laatste rechte lijn. Mooie tweestrijd. Unexpected Well daarachter dan als mooie derde. We gaan de laatste meters in. En kan Kees Kamming gaat dan bezegelen met een overwinning hier op Alkmaar? Nou, net niet denk ik. Het is de 1 die het wint voor de 3. Dan de 5, de 4, de 9, de 7, de 6. En de rest. Ja, we kunnen genuldigen, dames en heren, de winnaars van de 9e koers. Dennis Minema, hij slaat toe met Avenue Transair. Een 8-jarige donkerbruine ruin van Buffetier Donu uit Highway Transair. Gefokt door de familie Redder in bezit van Nettle Racing. Trainer Bas Krebas in de sulky Dennis Minema. Ja, Dennis, deze is wel even lekker, want het zat nog niet echt mee vandaag. Nee, het zat niet mee. Kijk, Fiona liep wel heel goed, maar de rest had ik een beetje pech en ik reed niet allemaal goed. Dus, maar dit is wel even lekker weer. Ja, mag je zeggen. Terug op Alkmaar, een perfecte uitgangspositie denk ik. En dan mag je het ook nog een beetje naar je hand zetten. Ja, hij was harder dan ik wou. Maar hij maakt goed af. Als je laat opdrukken, dan vecht hij door. Je ziet het ook op de laatste rechtlijn ook. Hij gooit zijn hoofd naar beneden en hij blijft er gewoon voor. Okido. Dennis Minema komt nog eventjes poseren naar de winst met deze Avenue Transair. Paard dat een mooie lange carrière heeft voor Nettle Racing en het winnen absoluut nog niet verleerd is. Overwinning nummer 15 uit 46 starts voor Avenue Transair, Dennis Minema.